De slimme boer. Er leefde eens een boer die ver van zijn huis werkte, op het veld voor een rijke baron. In het verleden verscholen bandietenbendes zich in de bergen die achter het vlakke land begonnen. Maar de keizer had zijn soldaten gestuurd om de dieven te vinden en te verslaan. En nu was het gebied veilig en rustig. Oh jee, nog een wapen? Zo nu en dan kon je oude wapens van vroegere gevechten vinden in de velden. Terwijl hij op een dag een boomstronk aan het kapot hakken was, vond de boer een zak vol met goud. Is dit goud? Nu had de boer alleen nog maar zilveren munten in zijn leven gezien. Maar hij was zo verwonderd om al dat goud te vinden, dat op het moment dat hij naar huis ging lopen, het al donker was. Wat moet ik doen met zoveel goud? Op zijn weg terug dacht de boer over alle problemen dat zijn plotselinge rijkdom hem zou brengen. Maar hoe kan ik dit goud gebruiken? Alles wat op het land van de baron wordt gevonden, is het bezit van de baron. Volgens de wet moest de boer het goud overhandigen aan de baron. Maar de boer besloot dat het veel eerlijker was dat hij de schat zelf hield. De baron heeft toch al zoveel. Ik ben arm en ik heb dit geld meer nodig dan hij, dus zal ik het maar houden. Maar... Hij realiseerde wat voor risico hij zou lopen als iemand achter zijn mazzel zou komen. Ik kan het beter niemand vertellen. Maar mijn vrouw dan? Ze kan haar mond over niets dicht houden en geen geheim bewaren, shee. Op het moment dat zij gaat praten, zal ik in de bak gegooid worden. Wat moet ik nu doen? Hij dacht heel erg lang over het probleem na, totdat hij een oplossing gevonden had. En die vond hij. Dus voordat hij thuis kwam, verstopte hij de zak met goud in een bosje naast wat dennenbomen. En de dag erna, in plaats van dat hij ging werken, ging hij langs het dorp om wat vis, enkele donuts en wat vlees te kopen. In de middag ging hij naar huis en vertelde tegen zijn vrouw: pak je rieten mand en kom met me mee. Gisteren heeft het geregend en het bos staat vol met paddenstoelen. We moeten ze gaan plukken voordat iemand anders het doet. Ah, paddenstoelen! Laten we gaan, schiet op! De vrouw die van paddenstoelen hield, pakte haar mand en volgde haar man. Toen ze in het bos kwamen, rende hij schreeuwend naar zijn vrouw. Kijk! Kijk! We hebben een donutboom! En hij liet haar de takken zien die hij al eerder volgestopt had met donuts. Oh! Oh jee! Donuts aan een boom! Ja, wie had dat gedacht? Hoe dan ook, laten we de paddenstoelen gaan plukken in het gras daar. De vrouw was verward en raakte nog meer verward toen ze, in plaats van paddenstoelen, vis in het gras vond. Kijk, liefste, hier ligt een vis in het gras. Het is vandaag onze geluksdag. Mijn grootvader zei dat iedereen een geluksdag heeft. Misschien vinden wij nog een schat. Naast dat ze een roddelmiep was, was de vrouw van de boer ook best wel dom. Ze geloofde hem en herhaalde, terwijl ze rondkeek: dit is onze geluksdag, dit is onze geluksdag. En ze bleef maar vis vinden in het gras. De mand van de vrouw was inmiddels helemaal vol met vis. Toen zij en haar man bij de rivier kwamen, rende de man vooruit, keek in het struikgewas en zei: gisteren heb ik mijn netten uitgegooid en ik wilde even kijken of ik wat vis of garnalen heb gevangen. Een paar minuten later hoorde de vrouw de opgewonden stem van de man. Rennen, kijk wat ik heb gevangen! Wat een enorm geluk! Ik heb een konijn gevangen! Ze liepen terug naar huis en de vrouw bleef maar opgewonden praten over de geweldige maaltijd met donuts, de vis en het konijn. De boer glimlachte en zei: haha, laten we weer langs het bos gaan. Misschien vinden we meer donuts. Oh ja, laten we gaan. Ze gingen naar de plek waar de boer zijn gouden munten had verstopt. De boer deed alsof hij wat aan het zoeken was.
Kijk hier eens. Er staat hier een vreemde zak. En het is vol met goud. Huh? Wat? Wat zag je nu? Ja, ik denk dat dit een betoverd bos is. We hebben de donuts op de bomen gevonden. Toen vonden we vis in het gras. En nu goud. De arme vrouw was zo opgewonden dat haar ogen volliepen met tranen. Ze zei geen woord meer en slikte toen ze de glimmende munten aanraakte. Zoveel goud! En nu is het van ons? Ja, liefste. Thuis, na het eten, konden geen van beiden in slaap vallen. De boer en zijn vrouw bleven maar opstaan om te kijken naar de schat die ze in een oude laars hadden gestopt. De dag erna ging de boer terug naar zijn werk, maar zei eerst tegen zijn vrouw: vertel niemand over wat er gisteren gebeurd is. Natuurlijk niet. Ik ben geen idioot. En hij herhaalde dezelfde waarschuwing daarna elke dag. Maar al snel had het hele dorp gehoord over de schat. De boer en zijn vrouw werden bij de baron geroepen. En toen ze naar hem toe gingen, probeerde de boer achter zijn vrouw te blijven staan. Ik heb gehoord dat jullie een schat hebben gevonden. Oh, dat hebben we zeker, mijn heer. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe en waar? In een betoverd bos. Zijn vrouw, op het verzoek van de baron, vertelde eerst over de donuts, toen over de vis in het gras en op het eind over het konijn in de rivier. Ondertussen, achter haar, bleef de man op zijn voorhoofd tikken en gebaren maken naar de baron. De baron ging met medelijden naar de vrouw kijken. En ik wed dat je ook een schat gevonden hebt. Dat klopt, heer. De baron wendde zich naar de boer en tikte met sympathie op zijn voorhoofd en zei: ik snap wat je bedoelt. Ik heb helaas hetzelfde probleem met mijn vrouw. De boer en zijn vrouw gingen naar huis en niemand geloofde hun verhaal. En zo ging de slimme boer niet naar de gevangenis en besteedde al zijn geld verstandig.